Jérôme, vandaag Woudrichem. Ja, eerste helft scoorde 4 doelpunten en staan we ruim voor. Tweede helft wordt het toch nog 4-4. Ja, wat zijn jouw bespiegelingen van deze wedstrijd? Nou ja, goed, je geeft zelf aan. Eerst zelf spelen we uitstekend. Maken we 4 doelpunten. Ik denk dat we nog een aantal kansen krijgen om meer goals te maken. Maar uiteindelijk lopen we toch een beetje terug uit. Woudrichem speelt heel opportunistisch. Ja, dan krijgen we twee goals tegen. Beetje uit de rommelige situaties. Vrije trappen ook, die onnodig weg zijn gegeven, dan wel niet terecht. Nou goed, gaan we 4-2 de rust in. Dan verwacht je dat Woudrichem gaat stormen, ja, nog opportunistischer gaat spelen. Maar we krijgen de mooiste kans of de beste kans om 5-2 te maken. Ja, als je het spelbeeld met de eerste helft en de tweede helft vergelijkt, dan zit er behoorlijk verschil tussen, denk ik, of niet? Ja, je bedoelt de eerste half uur. Ja, nou goed. Ik moet zeggen dat wij ook een hoog niveau haalden. Ik bedoel, dat loont zich ook in de 4-0 voorsprong. Ik bedoel, en als je dat niveau heel 90 minuten kan volhouden, dan hadden we hier met grote cijfers van het veld afgestapt. Maar goed, dat lukt ook niet. Zover zijn we nog lang niet. We kunnen dit een half uur prima uitspelen. Alleen ja, wij belonen onszelf niet. Als je na rust 2, 3 opgelegde kansen krijgt, dan moet je zelf gewoon belonen. Dus je geeft Woudrichem nog de gelegenheid om terug te komen. En dat hebben ze gedaan. Ja, we hebben hier vandaag tegen Woudrichem gevoetbald. We stonden met 4-0 voor zelfs. Je maakte de 3-0. Ja, met wat voor gevoel sta je nu hier? Ik denk toch wel met een dubbel gevoel. Allereerst speel je tegen de bovenste. Dan moet je blij zijn met dat je een puntje hebt. Maar als je deze wedstrijd hebt gezien, dan hadden wij het er echt uit moeten halen. Ja, van tevoren 4-4 zegt tegen Woudrichem. Dat hebben we misschien voor getekend. Ja, zeker. Ja, dat is niet uit. Normaal gebeurt dat niet, maar ja, helaas. Ja, van tevoren Woudrichem noemt, bedoelde, ze hebben de eerste periode gewonnen. En dan sta je de eerste helft met 4-2 voor. Van tevoren teken je daar misschien voor. Wat is nu je gevoel achteraf? Ja, dat is een klote gevoel. Ik bedoel, als je 4-0 voor staat, je staat in de rust met 4-2 voor en net na rust krijg je volop mogelijkheden en uiteindelijk wordt 4-4, ja, dan voelt het wel een beetje als een nederlaag. En dan kun je zeggen, ja, je speelt tegen Woudrichem, periode staat hoog. Maar als je de wedstrijd ziet, dan verdiende er eigenlijk maar één winnaar. Ja, dan hebben we zo'n hele goede eerste helft. Dat wisselen eigenlijk af nu met een wat mindere tweede helft. Waar denk je dat dat dan ligt? De eerste helft zetten wij heel erg goed druk. De tweede helft gingen wij wat lager staan, waardoor dat hun heel veel lange ballen konden spelen. En dat was hun kracht. En van daaruit krijgen we tweede duels en die wonnen hun in de tweede helft veel meer. En van daaruit hebben we hun goals gemaakt. Ja, en dan krijg je ook ontzettend veel kansen nog om nog verder uit te lopen als in ieder geval 4 doelpunten. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk moeten we er gewoon 5, 6, misschien wel 7e maken. Maar dat gebeurt helaas niet. Oké, dankjewel. Maar uiteindelijk, als ik de afgelopen wedstrijden bekijk, maken we behoorlijke progressie in ieder geval. Nee, dat klopt. We spelen ook al 3 wedstrijden in dezelfde opstelling. Dat geeft ook vertrouwen en dan kun je naar automatisme gaan. En ja, dat zie je ook. De speelwijze is aan het ontwikkelen. Je kan met je vaste 11. Ja, dus we zijn volop in ontwikkeling en zie je ook dat wij het Woudrichem heel moeilijk kunnen maken. Maar nogmaals, al wil je van die onderste 3 plaatsen wegblijven, dan moet je dit soort wedstrijden gaan winnen. Zodat je zelf ook gaat belonen. Oké, ja, volgende week laatste wedstrijd voor de winterstop, VVGZ uit, geloof ik. Ja, verrassingje toch? Nou ja, goed. We gaan eerst maar eens kijken hoe we er van de week weer op staan. We gaan langzaam toewerken naar de laatste competitiewedstrijd. Nou goed, we gaan er met heel veel vertrouwen. Gaan we naar Zwijndrecht. Zeker de afgelopen 3 wedstrijden. Alleen ja, nogmaals, we moeten wel zorgen dat we van die onderste 3 plaatsen wegblijven. En dat je gewoon wedstrijden gaat te winnen. Want gelijkspel is allemaal leuk, maar dat schiet niet echt op. Oké, dankjewel. Oké.